Goeiedag, mijn naam is Raymond Erbeveld, jeugdsportcoördinator boksen. Jullie gaan zo meteen kijken naar een leuk boksfilmpje die ik in de eerste lockdown heb gemaakt. Ik hoop dat jullie er heel veel plezier in hebben en dat jullie lekker gaan knallen met dit filmpje, jongens. Succes! Dit is Jan. Jan die bokst al heel lang bij mij en wij gaan laten zien hoe jullie vandaag een beginnerstraining moeten doen. We beginnen zo meteen met de basis. Direct eens hoeken opstoten. We gaan het jullie allemaal uitleggen. Jullie kunnen dadelijk meedoen met jullie eigen ouders. Of juist met je kinderen. Als je je thuis verveelt, als je niet naar school hoeft of je hoeft niet aan het werk. Ja, dan kun je dus meedoen met deze training. Iedereen kan dit. Voor iedereen is dit mogelijk. Zorg wel dat je je afstand houdt. Als je thuis bent bij elkaar mag je natuurlijk wel dichterbij komen. Maar ben je bij een vreemde, hè, zorg dat je het alleen doet of op afstand. Hebben jullie er zin in? Wij wel, Jan? Zeker. Ja? Oké, kom, dan gaan we. Oké, we beginnen eerst natuurlijk met 1,5 meter afstand. Heel belangrijk. Zorg dat je niet te dicht bij elkaar staat in deze periode. Beginnen we met de bokshouding. Je begint met je voeten de hoogte van je schouders. Als je dat hebt gedaan, zet je je linkervoet een klein stapje naar voren. Tenen wijzen een klein beetje schuin ervoor. En daarna ga ik een heel klein stukje door mijn knieën. En dan zorg ik dat ik balans heb, dat ik stevig sta. Mijn gewicht ligt in het midden. Daarna maak ik van mijn handen maak ik vuisten. Ik heb natuurlijk een microfoon in mijn hand, dus ik ga proberen om hem niet op te laten vallen. Maar we gaan gewoon door. Vingers erin, duim erboven. Pols hou ik een klein beetje krom. En de binnenkant van mijn handen hou ik voor mijn wangen. Ellebogen die wijzen naar beneden. En mijn kin wijst een klein beetje richting mijn borst. Dit is de bokshouding. Oké, nu gaan we verder met het stapje. We staan natuurlijk in de bokshouding. Ik stap zo meteen naar voren. In plaats dat ik helemaal recht naar voren stap, ja, dan ben ik zeg maar balans kwijt, stap ik een heel klein beetje van mijn linkervoet af, zodat ik steviger blijf staan. Ja, dat ik balans heb. Ik zorg dat ik altijd neerkom op de bal van mijn voet. Ja, het gewicht ligt dus een beetje op de bal van mijn voet. Dus niet helemaal op je tenen, maar gewoon een klein beetje op de bal. Ik maak zo dus het stapje in en het stapje uit. Terwijl ik dat stapje maak, verdeel ik een beetje mijn gewicht. Dus ik zorg dat ik echt stevig blijf staan. Zet niet je gewicht helemaal op je voorste been, want dan val je om. Ook niet helemaal op je achterste been, want dan krijg je kramp. Dus dat wil je ook niet, maar je verdeelt het. Een stap in, een stap uit. Een stap in, een stap uit. Een stap in, een stap uit. Netjes. Mooi, dit is dus het voetenwerk. Oké, nu gaan we verder met de directes. We beginnen dus met de linker directe. Ik stap weer naar voren. Terwijl ik naar voren stap, maak ik mijn linkerarm maak ik helemaal lang. Kijk over mijn arm en dan zie ik aan het einde zie ik mijn knokkels. Trek ik hem terug met mijn stapje. Dus ik stap in, links en terug. Dit wordt strakjes nummer 1. Dus als ik straks 1 zeg... Geef hem een linkse directe. Daarna doen we nummer 2. Wordt een rechtse directe. Stap ik weer in met mijn linkerbeen. Terwijl ik naar voren stap, kijk ik weer over mijn arm. Zie ik aan het einde zie ik weer mijn knokkels. Ik draai mijn heup en mijn schouder. Die draai ik een klein stukje in. En ik stap weer terug. 2 en terug. 2 en terug. 2 en terug. Oké, daarna doen we ze allebei. Dus 1 en 2. Dus ik stap er naar voren. Terwijl ik naar voren stap, geef ik eerst nummer 1. Daarna geef ik nummer 2. Trek mijn linkerhand terug. En dan stap ik weer naar achter. Klein stapje in, klein stapje uit. Maak niet het een grote stap. En dan scheur je dadelijk uit je broek. Dus 1, 2 en ik stap weer terug. 1, 2 en ik stap weer terug. 1, 2 en ik stap weer terug. Oké, gaan we verder met de hoeken. Ik stap weer naar voren met mijn linkerbeen. Terwijl ik naar voren stap, laat ik mijn linkerhand een klein stukje openvallen naar buiten. Elleboog die gaat omhoog en die gooi ik er eigenlijk een beetje in met mijn heup en mijn schouder. Ik stop mijn hand de hoogte van mijn neus en ik kijk een beetje in de binnenkant van mijn hand en ik trek hem weer terug. Dus een linkerhoek en weer terug. Linkerhoek en weer terug. Linkerhoek
en weer terug. Dit wordt nummer 3. Dus als ik zo meteen 3 zeg, dan gaan we deze stoot gaan we doen. Doen we nu de rechtshoek. Ik stap dus weer naar voren met links. Belangrijk is dat je weer een klein beetje naar buiten stapt. Terwijl ik naar voren stap, laat ik mijn rechterhand openvallen naar buiten. Draai hem erin met mijn heup en mijn schouder. En stop mijn hand de hoogte van mijn neus. Kijk in de binnenkant van mijn hand. En ik trek hem weer terug. Dus ik stap in, rechtse hoek en weer terug. Zorg ervoor dat je echt een beetje door je knieën zakt. Waardoor je echt je heup in kan draaien en mee kan nemen. Je blijft altijd met je gewicht op de bal van je voet. En je hiel komt nooit helemaal voorbij je tenen. Want dan val je om. Of je breekt je enkel als je verkeerd wegstapt. Dus probeer het rustig te doen. Rustig aan. Zak een beetje door die heupen. Draai door die heupen. Zak door je knieën. En je stoot hem erin. Oké. Doen we ze nu allebei. Links en rechts. Links wordt nummer 3. Rechts nummer 4. Ik stap weer naar voren. Terwijl ik naar voren stap, heb ik eerst de linkerhoek. Voet laat ik staan. Arm haal ik terug met mijn schouder. Dan geef ik een rechtse hoek. En ik stap weer naar achter. Dus links, rechts en terug. Links, rechts en terug. Links, rechts en terug. Links, rechts en terug. Oké, nu op commando. 3 en 4. 3, 4, terug. 3, 4, terug. 3, 4, terug. 3, 4, terug. Oké, gaan we nu verder met de opstoten. Ik sta weer in de boxhouding. Ik laat mijn linkerhand, laat ik een klein stukje naar beneden vallen met mijn stapje. Ik stop mijn hand de hoogte van mijn borst. Haal hem omhoog met mijn schouder. Stop mijn hand de hoogte van mijn neus. En ik trek hem weer terug met mijn stapje. Dus ik stap in. 5 en terug. Dus dit wordt de linker opstoot. 5 en terug. 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 Oké, doen we nu hetzelfde, maar dan met rechts. Dus ik stap weer naar voren. Terwijl ik naar voren stap, laat ik mijn rechterhand laat ik weer een beetje openvallen. De hoogte van mijn borst. Haal hem omhoog. Stop hem de hoogte van mijn neus. En ik haal hem weer terug met mijn stapje. 6 en terug. 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 Oké. Daarna doen we ze allebei. Dus links en rechts. Dus ik stap er naar voren. Terwijl ik naar voren stap, geef ik eerst nummer 5. Trek hem terug met mijn schouder. Dan geef ik 6. En ik stap weer naar achter. Trek aan je stoot. 5, 6 en terug. 5, 6 en terug. Dus trek die handen echt terug naar je kin. 5, 6 en terug. 5, 6 en terug. 5, 6. 5, 6. 5, 6. 5, 6. En terug. Heel mooi. Ziet er goed uit. Oké, we beginnen natuurlijk als allereerst met de warming-up. Jan die gaat tegen een boom zitten, want we doen de wall sit. Dit kan je thuis gewoon tegen een muur doen. Nou, Jan die gaat in de wall sit. Zakt gewoon zo ver mogelijk alsof je aan het zitten bent op een stoel. En dit doen we 30 seconden. Oké, ga je gang. 30 seconden. Belangrijk jongens, dat je goed oplet of je goed zit. Probeer je benen wat verder uit elkaar te zetten, dat je echt stevig zit. Juist. Oké, we zijn er bijna. Hou vol, hou vol. En stop.
Oké, nu gaan we dus verder met de jumping jacks. Jan, ben je er klaar voor? Oké, go, 30 seconden. Kom op, hou vast. Gaat lekker. Netjes. Zorg ervoor dat je handen zo hoog mogelijk gaan. Heel goed. Hou vol. Lekker bezig, Jan. Kom op, jongens, thuis. Hou vast. Kom op. Kom op. Gaat goed. En stop. Mooi. Oké, volgende zijn de jumping squats. Jan gaat laten zien hoe dat moet. We doen er 10. Oké, succes jongens. Kom op. Drie. Vier. Vijf. Zes. Zeven. Acht. Negen. En 10. Oké, we geven de thuiszitters nog extra tijd. Neem de tijd, jongens. Neem de tijd. Doe hem rustig aan. Je hebt geen haast. En stop. Heel mooi. Goed gedaan. Oké, nu hebben we de basis hebben we nu gehad. Dan gaan we nu verder met de stoten tot uitvoering brengen. Ik ga zo meteen de commando's opnoemen. De commando's die we net hebben benoemd tijdens de intro. 1, linkse directe. 2, rechtse directe. 1, 2, allebei. Bij 3, linkerhoek. 4, rechterhoek. 3, 4, allebei. 5, linker opstoot. 6, rechter opstoot. Bij 5, 6 doen we ze weer allebei. Zijn jullie er klaar voor? Oké, go, daar gaan we. Jan, ben je er ook klaar voor? Oké, 1. 1. 1. 2. 2. 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Oké, hoeken. Klaarstaan. Bokshouding. Let goed op je houding. Zorg dat je stevig staat, dat je goed staat. Trek je handen gelijk weer terug naar je kin. 3. Mooi. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 4. 4. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, oké, de laatste stoten, de opstoten. Oké, jongens, zijn jullie er klaar voor? Opstoten, Jan, klaarstaan? 5, linker opstoot. 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6. 6, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6. Mooi jongens, netjes. Oké, jongens, pak heel even je rust, rustig aan.
Gooi het even een beetje los. Even lekker ontspannen. En dan gaan we zo meteen weer verder. Ja? Oké, jongens. We gaan weer verder. Zijn jullie er klaar voor? Go! 1. 2. 2. 1, 2. 1, 2. En dit is echt niet erg als je een keer een foutje maakt. Geen probleem. We gaan gewoon weer verder. 1, 2. 1, 2. Heel mooi. 1, 2. Netjes, Jan. 1, 2. En jullie thuis ook, jongens. Je bent goed bezig. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 3. 3. 3. 4. 4. 4. 3, 4. 3, 4. 4, 3. 4, 3. 4, 3. Gooi die ellebogen weer strak tegen je lichaam, hè. 4, 3. 4, 3. 3, 4. 3, 4. 5. 5. 6. 6. 5, 6. 5, 6. Lekker bezig, jongens. 5, 6. 5, 6. 5, 6. 5, 6. 5, 6. 5, 6. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Zorg ervoor dat je die handen weer goed terugtrekt naar je kin. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Kin op je borst. 1, 2. Heel mooi. 1, 2. 1, 2. En even rust. Mooi, netjes. Goed gedaan. Oké, daar gaan we weer. Deze ronde gaan we wat meer combinaties maken. Dus we gaan de combinatie maken tussen twee stoten. En Jan gaat zo meteen laten zien hoe dat moet. We beginnen eerst met de nummer 1 en daarna 6. Dus 1 is een linkse directe. Dus 1 en een rechtse opstoot. Zorg ervoor dat je die linker eerst terugtrekt voordat je die rechtse geeft. Dus trek aan je stoot. Trek hem terug en dan pas komt die andere erachteraan. Oké, klaar? 1, 6. 1, 6. 1, 6. 1, 6. 1, 6. 1, 6. 1, 6. 1, 6. 1, 6. Keurig. 1, 6. 1, 6. Als jullie allemaal net zo goed meedoen als Jan, dan worden jullie eigenlijk net zo goed als dat hij is. 1, 6. Mooi. 1, 6. 1, 6. 1, 6. Stop. Oké, gaan we nu gelijk verder met een nieuwe combo. Nummer 3, linkerhoek. Trek hem terug. En nummer 2, rechtse directe. Dus dit wordt een nieuwe combo. 3, 2. 3, 2. 3, 2. 3, 2. 3, 2. Polsen krom. 3, 2. Ja, dus let altijd goed op je houding. Ook een ervaren bokser als Jan kan wel eens een keertje de houding kwijt zijn. Dat overkomt elke bokser, dat overkomt mij ook wel eens. Altijd zorgen dat je jezelf weer goed neerzet. 3-2. 3-2, keurig. 3-2. Probeer er altijd bewust van te zijn. Oefen ook voor een spiegel. 3-2. 3-2. 3-2. 3-2. 3-2. 3-2. 3-2, 3-2, 3-2, 3-2, 3-2, 3-2,
3-2. Oké, keurig jongens, netjes. Ziet er goed uit. Oké, volgende combinatie die we gaan maken. Eigenlijk de combinatie die we net ook deden, maar er komt nu een rechtse directe, komt ervoor. Dus een nummer 2. Dus wat we doen, 2, 3, 2. Dus dat zijn al 3 stoten. 2, 3, 2. Oké, zijn jullie klaar? 2, 3, 2. En neem de tijd, doe het rustig aan, ga niet te snel, word niet slordig. Trek die handen terug naar je kin. 2, 3, 2. Haastig spoed is zelden goed. 2, 3, 2. 2, 3, 2. Netjes. 2, 3, 2. 2, 3, 2. 2, 3, 2. En een perfecte uitvoering van Jan. 2, 3, 2. Mooi. 2, 3, 2. 2, 3, 2. 2, 3, 2. Let op, dan gaat Jan wat sneller doen. 2, 3, 2. 2, 3, 2. 2, 3, 2. 2, 3, 2. Heel mooi, Jan. 2, 3, 2. 2, 3, 2. 2, 3, 2. 2, 3, 2. 2, 3, 2. 2, 3, 2. 2, 3, 2. Mooi. Netjes, keurig. Jan, goed gedaan. Oké, de volgende combinatie is nummer 6 en nummer 3. De 6 is de rechter opstoot en 3 is de linkerhoek. Ja, en je trekt hem weer terug. 6, 3. 6, 3. 6, 3. 6, 3. Trek die handen weer goed terug naar je kin en hou je ellebogen dicht tegen je lichaam als je klaar bent. 6, 3. 6, 3. Het gevaar is wat veel mensen altijd doen als ze deze verkeerd doen, is dat ze hun elleboog open laten. Jan, laat jij eens zien wat er dan gebeurt. 6, 3. En dat hij dan helemaal open vliegt. He, hou die elleboog echt dicht tegen je lichaam als je klaar bent. 6, 3. 6, 3. 6, 3. 6, 3. 6, 3. 6, 3. 6, 3. Zorg ervoor dat je stevig staat. 6, 3. 6, 3. 6, 3. 6, 3. 6, 3. Oké. Gaan we er weer een stoot gaan we erbij doen. We gaan gelijk door. Komt nu een rechtse directe komt erbij. Dus 6, 3 en 2. Dus die komt erbij. 6, 3 en 2. 6, 3 en 2. En 2. Oké. 6, 3, 2. 6, 3, 2. 6, 3, 2. Mooi. 6, 3, 2. 6, 3, 2. 6, 3, 2. 6, 3, 2. 6, 3, 2. 6, 3, 2. 6, 3, 2. 6, 3, 2. 6, 3, 2.
6, 3, 2. Mooi. Jongens, keurig. Goed gedaan. Hey jongens, de training zit er weer op. Super goed meegedaan. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik wel. En Jan? Heel erg leuk. Heel erg leuk. Ja, die anderhalve meter is heel belangrijk natuurlijk. Daar moeten we ons aan blijven houden. Volgende keer doen we weer een training. Ik hoop dat jullie daar dan ook weer bij zijn. En dat jullie gezellig meedoen. Hey jongens, blijf veilig. Let goed op. Kom niet in de buurt van anderen. En blijf lekker zoveel mogelijk thuis. Hey, tot de volgende keer. Wij wachten op de tram. Doeg. Oeh, ik ben kapot, man. Goed gedaan, Jan. Lekker bezig. Ja.